Hey Isis, kijk eens, ik zal jou dat eens even laten zien live, hoe je dat kan doen. En hoe je dat wat kan doen? Nou, jouw iCloud contacten naar je Gmail zetten. Let op, gmail.com, in een willekeurige browser op een computer. Daar log je in, ik ben ingelogd onder mijn naam hier. Dan staat hier rechtsboven een instellingen dingetje. Daar roepen wij instellingen. En dan heb je hier heel veel informatie, maar bij het tweede, derde, vierde tapje staat accounts en import. Bij accounts en import staat hier op de tweede regel, let op, e-mailberichten en contacten importeren. Nou, het zij dus zo dat Gmail een functie heeft gemaakt waarbij je dus rechtstreeks kunt importeren vanaf ieder willekeurig e-mailadres. Dus ik vul in mijn iCloud adres. Type gaat lekker. iCloud.com. Ja, dan klikken wij op doorgaan. Dan gaat hij eens even kijken of dat e-mailadres überhaupt wel bestaat. En dan zegt hij, oké, wat is dan jouw wachtwoord van dat e-mailadres? Dat is goed, die tik ik nu even in. En dan zeg ik doorgaan. Dan ga ik lekker door. Nou, wat hij hier vraagt, let op, selecteer de importopties van dat account. Dus ik wil graag mijn contacten importeren, e-mail importeren en ik wil nieuwe mail importeren voor de volgende 30 dagen. Importeer starten. Ik ga dat nu niet doen, want ik weet niet of die dan alles dubbel gaat neerzetten enzovoort. Dat is een beetje lastig te testen zo, maar ik denk dat hem dat gaat worden. Oké, nou succes. En anders kwam ik ook nog ergens op YouTube wat dingen tegen. En als je dan intikt contacten van iCloud naar Gmail, dan kom je er ook wel uit. Oké, succes.